Voetballers die stellen natuurlijk altijd doelen voor zichzelf. En ik denk, als je voetballer bent en van mooie doelpunten houdt, dat je deze wel echt boven je bed wil hebben. Hij gaat naar Laros Duarte, die bij FC Groningen speelt. Ja, had je hem verwacht? Goedemorgen. Het mooiste doelpunt van het seizoen, je vrije trap tegen FC Utrecht. Hij ziet er heel mooi uit. Ja, ik had hem eerlijk gezegd wel verwacht. Wel verwacht? Ja, eigenlijk wel. Ik denk... Je mag hem aannemen. Dankjewel. Hij ziet er echt mooi uit, joh. Nee, ik moet eerlijk zeggen, ik had hem stiekem wel verwacht. Ja, dat wel. Want er zijn heel veel mooie doelpunten gemaakt, hè? Henk Veerman, ik heb ze gezien, ja. Daryl, ja, van Michum, een afstandsschot. Ja, klopt. Maar toch vind je die van jezelf het mooiste? Ja, en ik denk vooral de hoek vanuit, zeg maar, er is één persoon die het had gefilmd vanuit achter mij, zeg maar. En ik denk als je dat beeld ziet, dan vind ik hem wel echt de mooiste. Ja. Beetje Bandit like Beckham. Ja, inderdaad. Je ziet echt vanaf achter mij zie je hoe die bal, zeg maar, eerst... Ja, je moet hem gewoon zien, zeg maar. Ik hoef hem niet echt uit te leggen, denk ik. Maar ik vind hem wel echt een hele mooie. Hoeveel uur per week oefen je nou op die vrije trappen? Ja, dat is grappig. Eigenlijk niet eens zoveel. Het is maar net hoe je in zo'n training zit, dat je denkt van boys, kom gaan even wat vrije trappen nemen. Maar eerlijk gezegd oefen ik niet eens zoveel erop, nee. Oefen je ze ook wel eens uit die hoek? Na die goal wel, moet ik eerlijk zeggen, ja. Ik heb daarna zelfs nog 2 of 3 vrije trappen gehad van precies die plek. Dus op dat moment was ik wel vaker die aan het oefenen, maar daarvoor niet eigenlijk. Ja, en op de training, gaan ze er dan ook zo in of nog nooit gemaakt? Volgens mij heb ik nog nooit een vrije trap training gescoord, denk ik. Nee, volgens mij niet. Nee. Dit doelpunt doet ook wel denken aan de vrije trap van Pierre van Hooijdonk in de UEFA Cup tegen Freiburg. Ken je die? Ja, ja. Die is nog iets meer op de rand van de 16 eigenlijk. Ja, klopt. Die voor jou is moeilijker. Ja, dat wel. Hij is, ja, inderdaad, hij is iets verder weg, denk ik. Dus ja, hij is denk ik wel wat moeilijker, ja. Ja, bij deze vrije trap dook je ook een beetje naar de grond, hè? Ja, en dat is het grappige ervan. Zeg maar, het moment was dat ik, volgens mij stond ik met Schreuders naast de bal. En hij liep op een gegeven moment weg. En ik had zoiets van, ik ga hem sowieso schieten. Maar Marvin Peersman, die maakte nog een beweging van hard. Dus toen dacht ik van, oké, hoe ik hem eigenlijk in mijn hoofd had, maar nu iets harder, zeg maar. En dat was nog die laatste stap waardoor ik induik en dan... Ja, iets meer power, zeg maar, eraan kon geven. Dus ja, dat is wel eigenlijk de enige keer dat ik een vrije trap net iets anders in mijn aanloop heb geschoten eigenlijk dan normaal. Ja, ga je ook die vrije trappen komend seizoen voor FC Groningen maken in de Eredivisie? Dat is een mooie vraag. Ja, dat zullen we moeten zien. Ja, dat weet ik nog niet. Je hebt een contract tot 2025. Ik heb nog een jaar inderdaad. Dan is het voor Groningen natuurlijk ook kiezen van of verkopen Duarte nu. Ja, zo is het. Ja, zo is het inderdaad. Tuurlijk, er zijn wel wat dingen die nu lopen en wat gesprekken die nu gaande zijn. Maar ik ben net ook terug van Interlands. Dus ik begin nu eigenlijk pas echt met mijn vakantie. Dus dat ga ik sowieso eerst doen. En dan hoor ik van mijn agent wel wat er speelt. Ja, het is vooral buitenland, tot nu toe nog. Ja. Waar ben je aan toe? Want je bent natuurlijk nu 27. Ja, klopt, 27. Ja, ik had natuurlijk ook voor dit seizoen de ambitie om een stap te maken. Uiteindelijk, ik ben blij dat ik... Ik wilde eigenlijk precies op deze manier eigenlijk de club verlaten door eerst iets heel moois te doen. En dat is gelukt. Waar gaat hij heen, de bokaal? Ik denk dat hij of ergens in de kast in de woonkamer komt te staan. Of op de slaapkamer, maar dan moet ik eerst mijn vriendin even lief aankijken of ze dat goed vinden. Maar ik denk het wel. Die krijgt een mooie plek in ieder geval.